Zo, welkom in mijn kot. Ik zie dat er heel veel gecommuniceerd wordt tegenwoordig op afstand. Heel mooie boodschappen komen er. Soms ook boodschappen dat ik denk, ja, moet dit nu echt? Het wereldwijde web lijkt me soms een grote vuilbak. En daartegen wil ik ook even reageren. Vandaar dit net geschreven op lange afstand anti-trash en bash gedicht. Ondeugend hart, steek jij het zwaar dwars tussen de L4 en de L5. Laag onderaan waar het wringt, sla jij toe, wankelt de ik die hij was. Zomaar uit balans. Tot hij zich verbindt met wat tastbaar is en niet dat alvast. Jij bent als een slang die haar huid verliest, kruipt door het stof, verstopt onder een steen in de schaduw weg van de zon. Tot de man met de pet zonder mondkap op er tegen schopt en hopelijk die opgeslokte pad een prinses wordt. Royaal en loyaal, want ook al speel jij vals, het is de dreiging die sist en keft, niet de persoon die jij worden mag. Zo schoon dat ik het zelfs niet verwoorden kan. Als jij de schubben afschudt en schiet met wat recht is en niet krom. Dankjewel.